Hallo, welkom weer bij een nieuwe videoles van Forbetta. En deze keer gaan we kijken naar opgave 3 van het eindexamen HAVO 2012. Tijd voor 1. Toon de juistheid van deze formule dd gedeeld door dv aan. Nou, DD DV, dat betekent eigenlijk dat we te maken hebben met een afgeleide. Dus we moeten afleiden dat deze formule die hier staat, dat het een afgeleide is van de formule die hier boven staat. Dus dan gaan we, om dat gewoon simpelweg te doen, uh, maar eens de afgeleide gewoon bepalen van deze. Opge van, uh, deze. Dus dan hebben we d is dit uh, plus 0,00050 v kwadraat min 0,33. En dan de afgeleide hiervan. Dus dddv, die is. Uh, uh, misschien dat ik hem eerst nog heel even snel één dingetje omschrijf. Uh, zodat het namelijk voor mij om na te denken logischer is. Want dit kan je ook schrijven als 6,0 keer v tot de min tweede. En de rest die laten we nog wel even hetzelfde. Uh, 0,33. Dus dan hebben we nu wel makkelijk de afgeleide. Dus dddv is. Uh, dat wordt min 2 keer 6,0 keer v tot de min eerste. Uh, plus, nul, even kijken, 2 keer 50 keer v tot de eerste, min 0. Want de afgeleide van v tot de min tweede is v tot de, of is min 2 v tot de. ...min eerste. Wacht even, dat zeg ik nu zo leuk, hè? Uh, nee, want de afgeleide is natuurlijk niet tot een min eerste. Uh, min 2. Als je dit gaat afleiden, dan komt die min 2 ervoor te staan. En deze min 2, die gaat er eentje kleiner worden. Dus dan wordt min 2 v tot de min derde. Dus hier heb ik zelf een foutje gemaakt... Maar dat is bij deze al opgelost. En dan gaan we dat verder uitwerken. Min 2 keer 6 is min 12. V tot de min derde is v tot de, of gedeeld door v tot de derde. En 2 keer dit is 0,000100. V. En volgens mij heb ik nu precies hetzelfde staan. als wat er bij opgave 3 staat. Dat moest worden. Aangetoond. Goed, dit was uh, weer een videoles van Forberta. Ik hoop ook dat jullie hier iets aan hebben gehad. Huh.